Hier is de knop van de deurbel. Hoe kun je deze knop ophangen met de schroeven? De schroeven moet je eerst dit achterplaatje eraf halen. Dit achterplaatje zit op drie plekken vast, hierboven en aan de beide zijkanten. Je begint aan de bovenkant, moet je een schroevendraaier hebben die zo breed is als dit. Nou ja, deze is eigenlijk net ietsje smal, maar ik heb even niks anders. Vervolgens moet je zorgen dat je dus met je nagels een beetje spanning op dat achterste plaatje die kant zet. En dan vervolgens schroevendraaier ertussen. En dan zeg maar zo doen. Zo tussen. Kijk, dan komt hij los. Zo zit hij aan deze kant, de bovenkant zit hij nou los. Je ziet dus dat het haakje werkt op die manier. Nou, en aan de onderkant, hetzelfde verhaal. Eventjes een beetje spanning erop zetten. Schroevendraaier, deze moet ook op die manier. Dus ertussen doen. En dan naar buiten bewegen. En dan is hij los. En hoe zet je hem nou vast? Dit plaatje moet je op je deurpost schroeven. En die schroeven kunnen daar doorheen. Dus hier kun je dan een klein gaatje in boren. En daar ook. Dan kun je hem zo op de deurpost hangen. En dan kun je daarna kun je de deurbel erin klikken. Door eerst onder erin klikken. Dus klik je hem zo. Oh. Klik je hem zo erop. En dan vervolgens nog boven. En dan zit hij.